Dag Juliet, waar zijn we vandaag? We zijn vandaag op de eerste dag van het Jeugdfilm Festival. En wat gaan we hier doen? Wij gaan vandaag op zoek naar belangrijke personen van het Jeugdfilm Festival. Zoals? Zoals de hoofdrolspeler van Brammetje Baas, de film dat nu aan het spelen is. En ook naar de jeugdjury, maar ook naar de Meter en Peter van het Jeugdfilm Festival. Waarom hebben ze jou uitgenodigd? Want de kinderen gingen naar het festival om de film Brammetje Baas te kijken. Toen kon ik aan het einde de vragen beantwoorden die ze hadden. Dus daarom werd ik uitgenodigd om de vragen te beantwoorden. Waarom zijn wij hier? Omdat Evelien en ik, wij zijn de Meter en de Peter van dit festival, van dit jeugdfilmfestival, van de 25e editie van het jeugdfilmfestival. En wat doen jullie zoal op het jeugdfilmfestival? Wij komen vraagjes beantwoorden en wij zijn eigenlijk een beetje zo het uithangbord van het filmfestival. Dus wij vertegenwoordigen, we gaan dan bijvoorbeeld naar Ketnet en dan komen we praten over het filmfestival. Dat gaan we doen. En vinden jullie het leuk om Meter en Peter te zijn van het jeugdfilmfestival? Ja, superleuk. Dat is een hele grote eer. En jij? Ja, ik vind dat ook superleuk, omdat ik wil dat jonge mensen zo vroeg mogelijk in aanmerking komen met film. Dus misschien om filmacteur te worden, misschien om dat te maken. Omdat film is gewoon een ongelooflijk medium, vind ik. Ik vind dat heel leuk om met film bezig te zijn. Ik zit naast Laura van de kinderjury. Dag Laura, waarom zit jij in de kinderjury? Omdat ik graag naar films kijk en ik vind dat ook leuk om te beoordelen. En wat vind je van het Jeugdfilmfestival? Ik vind het super. Ja, het is heel leuk om daar naartoe te komen. Wat verwacht je nog van de andere films deze week? Dat ze heel goed gaan meevallen. En ja, het lijkt me toffe films. Oké, bedankt.